Zal het gebeuren? Bastiaans, proberen ze nog een beetje vorm te geven. Grafisch gezien dan. Even levert misschien deze inspanning van Effort op. Effort met de linker. Maar de eerste keer in de 16 meter. Na minder dan 100 seconden. Morioka huppelt over de bal. Kayembe gaat het zo doen. En is er dan buitenspel of niet? Ja, dan komt toch de vlag. Franjes kopte daar nog tegen. Als hij slim loopt, hij vandaag wel wat ruimte zal krijgen. Benavente gaat het doen met een pegel op de lat. Het gevaar is niet helemaal geweken. Een bal die blijft hangen. Nicholson die zijn best doet, maar dat doet hij vanuit buitenspelpositie. Als ze nog die jakkers van bekomen. Straffe uithaal. Het zal hem vertrouwen geven. En ook dit is oké. Hier liggen mogelijkheden voor Waasland Beveren. En dan leek het net wat overhaast. Bastiaans heeft Koita gevonden. Koita met de actie. Koita in de 16 meter. Een bal die afwijkt. En zo eindigt als hoekschop voor Waasland Beveren. Bastiaans daar al heel lang. Om daar eventueel aanspeelbaar te zijn. Komt er een eerste gele kaart aan van de wedstrijd. Die is dan voor Koita. Effort vroeg hem eigenlijk in de loop. Maar dat is mooi. Van Effort. Koita. Gaat hij het van op een afstand proberen? Koita, daar komt zijn kans. Ja, daar was hij. Het is de achtste minuut van de tweede helft. En er zit toch een beetje venijn in. Het is op die manier dat het zal moeten gebeuren. Pas van Jakkers gaat de richting van Bastiaans uit. Die doet dat goed. Bastiaans met de voorzet en daar is bijna de home goal van de Soleil. De hoekschop die volgt is goed aangesneden door Koita. Komt een doeltrap aan denk ik of een inworp. Golisade heeft al wel eens beter in de match gezeten. Benieuwd wat de verse krachten kunnen brengen. Bertone moet zich reppen. En gaat dan toch door als de bal net wat ver van de voet is. En dan komt er een gele kaart aan voor Bertone. Elf minuten nog. Kayembe dropt hem voor Theo. En daar is de grote kans voor Charleroi. Hij is er nog niet geweest in de tweede helft. Zo lijkt het wel. Charleroi. Nou, helemaal evident was het niet. En uiteindelijk, wat scheelt het? Een decimeter. Koita, bijna gevonden door Frey. En dan is het uitkijken, want die is lichtvoetig en die was in de 16 meter. Frey gaat zijn kans van op een afstand. Theodorczyk wordt diep gestuurd. In deze fase van de match kan één doelpunt natuurlijk de hemel opleveren. Of een gigantische teleurstelling. Koita snijdt die bal aan. Het zou de hemel kunnen worden voor Waasland Beveren. Stel je voor dat Vukotic matchwinnaar wordt op aangeven van Koita. Die minder dan 4 minuten voor het einde van de reguliere speeltijd deze corner lanceert. Ook voor Charleroi dat ook ambities heeft en nog zo hoog mogelijk mikt. Maar hoog is vooral Vukotic. Nog een paar minuten en hij weet of hij beslissend is geweest. In deze Waasland Beveren, Charleroi. Nou, als goed meepikken. Wow, wat een prachtige goal. Die gelijkmaker van Bruno. En dan is dat een gigantische domper natuurlijk voor Waasland Beveren. Nou, een hele wedstrijd moeite had gedaan om alsnog op voorsprong te komen. En plots, als Charleroi dan toch eens gaat versnellen, is er ruimte voor een knappe goal van Massimo Bruno, de invaller. Die op die manier Charleroi. En dan beslist hij dat het venijn in de staart zat. Maar de koninklijke voetbalclub Red Star Waasland Sportkring Beveren
Royal Charleroi Sporting Club.